De eindafrekening was 600 euro opleggen. Dat valt misschien nog mee aan naar gelang hoeveel budget dat je hebt. Maar ja, als men nu rond de mans hoort hè, dat mensen ondertussen 1200 maandelijks moeten betalen, ik denk dat eenieder in de problemen komt. Hè. Zelfs de middenklasse die het wat breder heeft, zal in de problemen komen. Dan. Hebt u zelf uw energiefactuur al in de bus gekregen? Ik heb mijn energiefactuur zeker al in de bus gekregen. En die blijkt niet meer te betalen. Ik denk, we zitten aan een derde van mijn loon. Dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Mensen blijven dan niet langer trekken. Hoeveel moet u betalen? Wel, ik betaal nu 750 euro. Ik vrees voor mijn afrekening ook nog, dat daar ook nog iets serieus gaat bijkomen. Ik heb het nog niet nagekeken, maar het is niet meer te betalen. Het forfaitaire bedrag is al 700. 700 euro, ja. Tussen 700 en 750 euro. Wanneer de torenhoge energiefacturen blijven aanslepen, wordt de situatie stilaan licht ontvlambaar, waarschuwen de bonden. Ondanks alle maatregelen van de regering, zoals een basispakket energie in november en december, blijven deze naar schatting 10.000 manifestanten boos. Te laat, te weinig en vooral onvoldoende gericht, klinkt het. Wel, we hebben een pakket maatregelen van de regering gezien, dat dit weekend ongeveer is afgeklopt geweest. Maar wij denken dat er meer gaat moeten gebeuren voor de koopkracht en om de energiefactuur betaalbaar te houden. Sparen bijvoorbeeld, dat lukt al lang niet meer. Wij moeten kleine abonnementjes afzeggen, Netflix, Spotify. De mens begint zijn budget op te maken. En we moeten nadenken over waar we kunnen besparen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn dat we dat moeten doen ten koste van die hoge winsten binnen de bedrijven. Voor het kantoorgebouw van werkgeversorganisatie VBO klinkt het vakbondsprotest het luidst. De bedrijven hebben te weinig oren naar de zorgen van werknemers, klinkt het. Het is niet dat er geen geld is in de wereld. Hè? En dat is wat ons boos maakt. Waarom moeten wij als werkende klasse altijd de factuur betalen? De factuur betalen met de bankencrisis, de factuur betalen met de coronacrisis en nu de factuur met de oorlog van Poetin. Hè? Er zijn bedrijven die miljarden winsten maken. Wij zijn de dupe van de oorlog nu. Voilà. Dus dat de overheid het geld zoekt waar het zit en niet bij ons. Dat is onze boodschap vandaag.